De politie heeft gisteravond iemand gearresteerd in een huis aan de Botterstraat in Emmeloord bij een mogelijke gijzeling. De omgeving van de Botterstraat was urenlang afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven of konden niet naar huis. Uit de woning is een slachtoffer gehaald. Er is nog steeds veel onbekend, maar de vermoedelijke gijzeling in Emmeloord begon rond 5 uur gistermiddag. Er werd veel politie ingezet. Zo was er onder meer een aanhoudingseenheid van de dienst speciale interventies aanwezig. De politie zou lange tijd onderhandeld hebben met iemand in de woning aan de Botterstraat. Ook wordt door veel getuigen gemeld dat er een gijzeling met een vuurwapen is geweest. Maar de politie wil dit nog niet bevestigen. Ook kan de politie nog niet zeggen of de betrokkenen bewoners van het huis waren of wat hun relatie was. De situatie was na enkele uren onder controle. De verdachte werd in de woning gearresteerd door een arrestatieteam en is daarna weggeleid. Er zouden geen gewonden zijn gevallen, wel is een van de betrokkenen in een ambulance opgevangen. Volgens de politie krijgt het slachtoffer van deze crisissituatie professionele hulp.